Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Over het noorden van het land trekken wat wolkenvelden, maar voor de rest is het grotendeels onbewolkt. En dat betekent dat de ochtend dus behoorlijk zonnig verloopt op een heleboel plaatsen. In eerste instantie ligt de temperatuur nog dichtbij of iets onder het vriespunt. In de middag wordt het uiteindelijk zo'n 2 tot 3 graden op de meeste plaatsen. Er waait een behoorlijk stevige oostelijke wind, die is matig boven land en aan zee vrij krachtig, windkracht 3 tot 5. Die maakt het voor het gevoel ook nog een stuk kouder. Vanavond gaat de temperatuur weer dalen, aan het einde van de avond zal het op een heleboel plaatsen alweer licht vriezen. En verder is het daarbij wisselend bewolkt. Ook morgen hebben we een afwisseling van wolken en zon. De meeste zon in het zuiden van het land blijft wel droog. Na een koude start stijgt de temperatuur in de middag naar zo'n 2 of 3 graden. De oostenwind is wat afgenomen. Op zaterdag neemt hij dan weer toe. Dan ligt de temperatuur in de middag net iets boven het vriespunt. De bewolking neemt geleidelijk aan toe en in de nacht naar zondag volgt er dan neerslag, mogelijk eerst in de vorm van sneeuw of natte sneeuw, maar later overgaand in regen. Volgens is het dan weer zacht weer en wisselvallig. Ik ben Ben Langkamp van Weerplaza.